25, 26, 27, 28, 29, 30. Thoras, komt op. Er zijn diverse hulpverleners, zowel verpleegkundigen als chauffeurs, die net even een stap extra willen. Die net even wat meer en wat verdiepend op de materie in willen gaan. En dat bieden wij aan. Het nieuwste van het nieuwste te weten, om bij te zijn in ontwikkelingen die niet alleen er zijn, maar ook nog die gaan komen. Ik hoop dat ik ze daarbij ook handvatten kan geven om in de dagelijkse praktijk bepaalde zaken te zien, te leren zien. Je hebt interactieve scholing gehad van een docent die het naadje van de kous weet. Daarom vind ik het zo belangrijk om dat ook in die masterclass wel te vertellen, hoe presteer je onder druk en wat is in ieder geval van invloed op jou. De basics die voor elke reanimatie super belangrijk zijn, die zijn eigenlijk best wel heel moeilijk om te behalen op een heel hoog niveau. Ik heb nu een instabiele patiënt, ik moet nu doorgaan pakken en pas later blijkt dat die stof ook een risico voor de hulpverlener gaat vormen. Hoe werken die toxische producten? Hoe worden die uitgescheiden? Hoe werkt dat in een lijf? En hoe onderscheid ik die vorm van septische shock van al die andere vormen? Een verbloedingsshock, een cardiogene shock of een obstructieve shock? Op het moment dat je in de praktijk staat, dan gaan de richtlijnen soms wel eens het raam uit, omdat de setting zo anders is. Ja, de casussen waar de gevochten werd om me heen en ik ook nog met twee slechte kinderen aan de slag moest, die komen weinig voor, maar dat gebeurt wel. Dat je op een bepaalde manier daar een oplossing voor moet vinden en ik hoop dat we tijdens de masterclass daar wat over kunnen uitwisselen. En dan is het vooral die eerste stap van herken nu bij jezelf dat presteren onder druk invloed heeft op je handelen. Het is belangrijk dat je elkaar op sociaal vlak ontmoet. Dus dat je ook de verhalen uit de andere regio's hoort, van je collega's, hoe ze het daar doen. Ik hoop dat mensen ook eigenlijk met eigen casuïstieken gaan komen. Waarbij we juist eigenlijk een hele mooie gelegenheid hebben om met elkaar na te denken over de uitdagingen in de praktijk. En ik zal een patiënt, dat is een 34-jarige jonge man, die binnen 16 uur nadat ik hem leerde kennen overleed, die ga ik met jullie bespreken. Dat is iemand waarvan ik op minuut 1 nog niet wist wat er nou aan de hand was. Maar dat iedereen het gevoel had, hier klopt iets niet. Het specialistisch team, het Hazard Area Response Team van Ambulance Amsterdam, kent mijn land. Die gaan een demo geven hoe zij zo'n incident aanpakken. Het zijn korte momenten van theorie, dan weer afgewisseld met praktijk, dan weer afgewisseld met een groepsopdracht. Want ik kan vertellen over reanimatie, maar het gaat om performance. Sparren met elkaar onder begeleiding van die superspecialisten. Heb ik dit nou goed gezien? Had ik het anders moeten doen? Je gaat meer kennis opdoen, je gaat meer vaardigheden opdoen. Waarbij ook hopelijk mensen echt met een gevoel weggaan waarbij ze zeggen van ja, ik heb het nu beter in de vingers. Heel veel eye-openers en nieuwe dingen die ze mee kunnen nemen. Die eye-openers die komen een keer van pas. Waar zit er voor mijn gevoel nog de ruimte voor verbetering? En dat betekent dus dat je zelf kritisch bent. Ja, het was al mooier als net dat ene, net iets anders of net iets effectiever te doen, waardoor de patiënt het wel overleeft of waardoor de kwaliteit van zijn leven een stuk beter gaat worden. Maar dat is wel het ultieme doel, ja. En ik denk dat het heel leuk is om met elkaar op dat niveau te gaan komen en ook elkaar uit te dagen om op dat niveau te gaan komen. Al die ideeën bij elkaar en al die rugtassen bij elkaar, dat maakt uiteindelijk dat het een uniek concept is, onze ambulance masterclass.